Het is de combinatie van oostenwind en weinig neerslag die zorgt voor dit soort plaatjes in de Biesbos. Ja, een soort binnenlands waddengebied eigenlijk. En wat dat betreft erg spectaculair. En ja, het heeft een enorme aantrekkingskracht op vogels. Qua waterrecreant kan je niet zoveel. En gelukkig is het wat dat betreft winter. Varen is op veel kreken gewoon niet mogelijk. Deze plas staat normaal helemaal onder water. En nu ligt een groot gedeelte droog. Ja, het lijkt nu wel een soort strandje. De geulen die je ziet, ja, die zijn gegraven door de mens. En eigenlijk ja, het overgegrote deel zeg maar, valt nu droog. En het is zelfs zo droog dat het al een beetje begint te scheuren. Volgens Thomas van der Es zijn de gevolgen voor de dieren in het Nationaal Park nog te overzien. Er zijn absoluut natuurlijk soorten die zich even moeten aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan bevers die in hun burg zitten. Ja, die willen graag een diepe duik kunnen maken als ze die burg uitgaan. En ja, die komen nu in het slik en slijk terecht. Dus die zullen misschien wat meer dagactief zijn. En ja, dit is heel bijzonder, maar de Biesbos is veerkrachtig genoeg om hier eventjes mee om te gaan. Het biedt zelfs kansen voor het ontstaan van nieuwe natuur. Nou, als dit lang aanhoudt en de zandplaten in de Biesbos blijven lang droog liggen, dan heb je kans dat ze gaan stuiven. En dat is wel een heel bijzonder proces, zeg maar, waar je een beetje op hoopt als Biesboswachter. Omdat er dan weer nieuwe kansen ontstaan voor planten die zich daarop gaan vestigen. En in het nieuwe voorjaar vogels die graag in het zand broeden. Dus ja, extremen kunnen ook bijzondere veranderingen in het gebied treffen. Waar de natuur profijt van kan krijgen. En voorlopig verandert er weinig in de Biesbos, want ook de komende dagen wordt er nauwelijks neerslag van betekenis verwacht.